Wat een mooi plekje is dit, zeg. Ja. Waanzinnig. Hoe heet het hier? Zwarte Water. Ja, dit is Zwarte Water. Dat is een oude veensloot die eigenlijk afwatert op de Vecht. Ja. Een eeuwenoude sloot met inmiddels eeuwenoude kademuren, waar allerlei bijzondere planten op groeien. Waarom dan juist op oude muren? Ja, vroeger werd er ook in dat mortel, zeg maar, dat specie wat tussen de stenen als voegwerk zit, daar zat kalk in. En veel planten houden wat meer van een kalkrijke milieu. En ja. In dat nieuwe specie zit dat niet echt. Dat is wat zuurder, dus daar kunnen ze dan wat slechter tegen. Er is ook een klein varentje, zie je hier. Ja. Dat is de zwartsteel en die groeit. Zijn oorspronkelijke groeiplaats is Zuid-Limburg en de Ardennen. Ja. Maar die zwartsteel die was dus bijna verdwenen in de jaren 80. Ja. En die heeft eigenlijk een comeback gemaakt in de stad. Ik woon hier. Waar ja, hallo. Zijn jullie hier naar beneden aan het kijken? Nou, er zit een bijzondere varen. Oh ja, ik dacht dat al. Ik had het al eens gehoord. Ja. Ja. Dus ik was nu nieuwsgierig of jullie nou daarnaar kwamen kijken. Ja, precies. Het zwart steeltje. Zwart steeltje. Ja. Is een varen. Die gaat heel goed beschermd worden. Oh, is dat zo? Ja, ja. Ja, huizen worden weggehaald hier. Dat wordt helemaal. Hey Tim, je gaat het mooi in beeld brengen. Ja, ik had wel een heel ambitieus plan, maar ik denk dat ik dat niet ga doen. Nou ja, zeg, we horen je al weken over een rijder. Ja, en je gaat iets maken met planken en dingen en overhangen en klemmen. Ja, misschien ga ik het nog doen, maar ik ga even kijken wat er bij. Want nou zie ik pas in het echt in plaats van Google Street View. Mm. Dus dan moet ik even kijken wat het makkelijkst is. Nou, kom zo weer kijken, Tim. Wel iets heel moois bouwen, hè? Ik heb de verwachting niet kapot gemaakt. En er staat verderop nog een leuke, dat is de Trip Madame. Hier zo. Zijn dat die hele lichtgroene spiezen? Ja, die wat langere. Jeetje, die zijn ook mooi, zeg. Ja, die krijgen eigenlijk een soort trossen met gele bloemen. Die zijn nu uitgebloeid. Maar het is een soort die veel in het rivierengebied, wat stenige, droge plaatsen tegenkomt. En daar gaat hij ook achteruit, maar in de stad doet hij het ook weer. Maar je groeit best wel veel bij elkaar. Je hebt hier ook de steenbreekvaren. Ook een soort die je niet vaak ziet. Nee. En dan heb je hier ook de muurvaar en dat is wat meer de pionier. Die zie je dan vaak eerst. Dus die koloniseert het gebied. Ja, en daarna. Maar als je hier naar het langs kijkt, wat een schoonheid, zeg. Al die plantjes. Ja. Fantastisch. Ja, dat kan misschien toch al worden. Maar dit is eigenlijk wel het leukste van natuurfilmen. Ja, het is wel tricky. Ach, ook mooi hier. Ja, met het sluisje. Hier de Keizersgracht en de Gruttersdijk. Ja. Ja, hier groeien heel veel tongvarens. Je kunt de sporen hier. Dat zijn die bruine, die strepen die je eigenlijk ziet. Daar zitten dan de sporen op. Kan je heel even helpen, Menno? Ja, wat had je gewild? Even vast zo, ja. Dan kan ik daarna de camera erin klikken. Oh, nu heb ik mijn jas dicht, dan kan ik in de blubber liggen. Oké, dan laat ik hem ook hier langs gaan, de juni vieren. Ja. Dan laat ik hem nou helemaal los, kan dat? Ja, dat kan. Oké. Ik vind het stiekem best leuk. Nou, mooie constructie. Je stelt ons niet teleur, Tim.